Dames en heren, welkom bij Ellen Week aflevering 11. En in aflevering 11 gaan we verder, want we hebben Barry ontmoet. En we moeten door de garden, door de tuin heen, om naar Barry toe te gaan. Om te ontsnappen van dat rare gesticht waar we vorige keer vandaan kwamen. Dus op naar het intro. Okay, people, let's go to work. En we staan heerlijk in deze pracht, in de prachtige licht. En dat heb ik expres gedaan, omdat die stomme vogels elke keer achter me aankwamen. En ik dan heerlijk even rustig kon wachten totdat die vogels dood waren. En ik weet, omdat ik elke week ongeveer 3-4 jaar geleden op de Xbox heb gespeeld. Ik denk wel 5 jaar geleden zelfs. Dat het heel eng wordt! Ik heb gelijk een prestatie ontgrendeld! Alsjeblieft, jong, ik schrok me helemaal dood. En dat is niet leuk. En verdomme, dat ding is... Oké. Het gaat goed komen, denk ik. Er komen nu al heel veel op me af. Hij komt gewoon vanuit de bosjes. Komen ze gewoon, die gasten. Oké, nu schieten. Goed zo, die is dood. Volgende. Damn. Ik kreeg een prestatie omdat ik schrok net. Hartstikke fijn. En de hunter rifle. Waarom heb ik een hunter rifle? Ik gebruik gewoon even mijn pistool. De hunter rifle gebruik ik wel voor die grote loebassen, weet je wel. Van die grote, sterke geestmonsters. En daar ligt een flare gun, godzijdank. Eerste flare gun heb ik dadelijk denk ik wel heel hard nodig. Ik heb gewoon het gevoel dat dadelijk een grote loebasje komt. Hallo meneer de kruiwagen. Meneer de kruiwagen! Sorry kruiwagen! Ik weet dat de affaire in de mijnen... Ik wist dat jij een affaire had met de barrel. Ik wist het. Oké, we zijn nog niet verder... We zijn nog niet uit de garden, jongens. En een garden hoort... Een heel prachtige plek te zijn. Met rust. He, een plek waar heerlijke tuinen liggen met mooie wateren. Kijk eens hier, maar ik word gewoon... Wat staat hier? E-mail mate Tom Do It. Wie is Tom? Maar de garden van, zoals ik al zei, horen mooi te zijn. En niet zo schokkend met geesten die me proberen af te slachten op elk moment. Kijk eens hier bijvoorbeeld, een mooie water hier, moet je kijken. Super mooi gedaan. Oké, het is rustig, ik hoor wel van die vogels. En hier staat een pijl naar die kant toe. Oeh! Hou eens op met mij laten schrikken! Er nog één! Nee. Mispoes, poepiepoes! Is dat een grote loewas? Nee, dat is geen grote loewas. Maar ik heb hem wel bijna dood, hoop ik. Kom maar, meneer. Kom maar, huppakee. Nog meer? Hé? Nog meer? Dacht het ook. En ik zie daar inderdaad, daar staat het kistje waar we naartoe moeten. Kijk eens, jij grote pijl daar naartoe. Ja, ik weet het. Zo. Flare gun zit erin en flare gun ammo. Nou, dan hebben we tenminste een beetje een voorraadje. Die flare gun gaan we gebruiken voor die grote loebasjes. En als er heel veel mensen komen op ons af, dus als we worden omzingeld door allemaal geesten, dan is die flare gun een heel handig materiaaltje. Of een pistooltje eigenlijk, hè? Oké, nou, daar ben ik al geweest. Ik liep een rondje. Dus ik denk dat we daar het trappetje op moeten. Nou ja, er is geen andere keus. En dan hoop ik dat we niet meer zoveel schrikken. En ik zie weer een thermoscannetje staan. Hallo, meneer de thermoscan. Vindt u het erg als ik u oppak? Natuurlijk niet! Ik ben wel leeg. Nou, dat maakt me helemaal niks uit. Ik neem u gewoon mee. Ik neem je mee. De thermoscan niet, neem ik lekker mee. En wat is hier te vinden dan? Een manuscript per pagina. En een prachtig uitzicht met 4 bankjes. Die zomaar niet tot leven komen. Dat is een goed begin. Daar staat Barry. Maar is het mijn Barry of is het iemand anders? Ik ga gewoon naar Barry toe. Barry, ik ben hier! Is het mijn Barry? Het is mijn Barry. Het is mijn Barry. Hallo, Barry. Yes. Ik ben sowieso... Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up. And the key fits kind of loose in the lock, so... Ja hoor. Meen je dit? Oh shit.
Oké, dit is heel vervelend wat er nu gaat gebeuren. Dit is heel vervelend wat er nu gaat gebeuren. Ik hou de flaggun in aanslag. Ik weet sowieso dat hij het niet leuk vindt als hij een flaggun in zich krijgt. En... Bats! Die is dood. Survive. Oké. Moment jongens, moment. Dit is echt niet fijn. Wat een loopas. Oké, ik pak de hunter rifle jongens. Huppakee. En nu meneer, wilt u ook dood? Ja, u mag dood. U hoeft niet dood, maar u mag dood. En ik denk dat we nu even die flag moeten gebruiken voor dit stuk. Oké, komt u maar. Ik schiet hem gewoon. Maakt niet uit. Huppakee. Come on, come all. Achievement ontgrendeld. Oké. Hij heeft de code. Oké. Die meneer, kan ik hem doden? Oké, laat me gaan. Al, please tell me we're headed for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon. Oh, heerlijk. We're going to the dorst. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Oké, we ontsnappen met de auto eindelijk van die rotplaats. Barry heeft mijn leven gered eigenlijk. Nou ja, dat denk ik wel. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I... No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down, that's a fact. I'm on board, man, I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Oh! Oké, dat ging niet goed. God damn it, I'll talk to me. Auw. Oké. I lost my gun in the crash. Barry is nowhere to be seen. Fine, Barry. Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Barry, are you okay? Nee, fallen! Shit. Kut, laat ik maar niet gaan vallen nu. Ik weet ook niet waarom ik zo stom hè. Nee, maar we hebben een auto-ongeluk hebben we overleefd, gelukkig. En nou moet ik Barry gaan zoeken. Door die stenen. Misschien is het wel weer door die geesten dat ze dat hebben veroorzaakt, dat ongeluk. Are you all right? I'm good, Al. I'm great.
great! Guess he never messed with anyone from New York City before, huh? Oké, okay, nu zien we een boerderij-achtig iets. Ja, een boerderij. Oh, dat ziet er goed uit, een boerderijtje. Get to the farm. Oké. Okay. Even kijken wat we hier kunnen vinden. Het is hier echt heel hoog. Barry loopt daar, zie je? Ik zag hem beneden, ja. Oké, waar gaat Barry heen? Barry gaat... Kijk, oh, hij loopt daar achter beneden. Loopt hij. Oké. Okay. Get to the farm. We gaan naar de farm, jongens. Ik heb geen pistool, ik heb geen zaklamp, ik heb helemaal niks. Dus ik heb het gevoel... Oh, shit. Waar moet ik heen, jongens? Ik denk dat ik... Oké, dat is echt creepy dit, jongen. Oh, shit. Ja, ik heb geen... Ik heb geen wapens, jongens. Hoe kan ik dit nou doen? Kan ik dit misschien aandoen? Ja. Oké, ik ga hier gewoon niet in staan, jongens. Oh, shit. Oh, dit is creepy, joh. Zonder wapens ben ik echt hopeloos, gewoon. Maar wel een manuscript. Oké, nu moet ik weer helemaal terug. Wow. Heb ik echt helemaal geen wapen? Ik heb helemaal niks, nee. Vreselijk. Heel vervelend. Eigenaardig. Ik zie daar ook een koffiekan daar in de verte. Oh, shit, 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 shit. Oeh! Turn me on with your loco! Sorry, dat moest even. Ik hoop dat ik hier veilig ben, want ik heb namelijk helemaal geen... Oeh, nee, 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 nee. Oké, okay, ja, ik ben veilig, denk ik. Als ik maar snel dat ding pak... En opzout. Oké, okay, en opzout. Doei, 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 doei. Oh. Oh, die beesten zijn echt niet blij met me. Dit is gewoon een ontwijklevel, jongens. En vooral als die dingen gaan leven, dan... Dan ben ik helemaal niet blij, jongens. Oeh. Oh, nee, 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 nee. Au, 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 au. Ik denk niks. Sorry, mama. Sorry, mama. Sorry, 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 sorry. Oh, shit, shit, shit. Oh, fuck, 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 fuck. Ik kan helemaal niks, jongens. Ik kan helemaal niks. Ik kan ook niet meer rennen. Ik ben moe. Versleten. En die dingen komen op me af. Heel fijn. Ik zit in een hele goede situatie nu. Oké, okay, checkpoint reached. Ik heb een lichtje nodig inderdaad. Oké, okay, laten we een lichtje maken dan. Ik denk dat hierboven wel een lichtje gemaakt kan worden. Hoop ik. Er ligt wel een manuscript page. En hier? Ja, kijk eens. Laten we deze engine starten. Oh. Zo, die is gestart. Hebben we hier nog wat spullen? Geen pistool? Nee, jammer zeg. Use. Turn pole. Let op. Oh, dit is cool. Kijk, zo gaat het goed. I could sense the movement in the woods ahead. Flashlight. Mooi zo, jongens. We hebben een flashlamp. Geen batterij, helemaal niks erin. Dus we kunnen niet eens even power geven. Nou ja, voor heel even maar. Sowieso vind ik het niet cool. Ik heb geen wapen, ik heb niks. Dus hoe moeten we dit nou gaan doen? En ik hoor wat. Ik hoor iets. Ik hoor iets. Oh, shit. Hoe moet ik drie geesten... Jongens, hoe moet ik dit doen? Oh! Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit doen? Nee, hoe moet ik dit doen dan? Hoe moet ik dit doen? Ik kan nog niet. Ik kan niks doen. Ja, ik kan niks, jongens. Ik kan niks. Er komen nog meer geesten. Ik denk dat ik gewoon naar dat plekje moet. Wat ik niet snap hoor, dat ik dit moet volhouden of zo. Moet ik dit... Oké, okay, ik kan het halen op zich. Maar ik vind het raar dat het zo gebeurt. Dat ik geen wapens heb. Zal al misschien wel... de bedoeling zijn geweest van de makers.
Oh, dit ziet er al mooi uit, jongens. Wat gaat Barry? A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Get to the farm, maar ik heb niet het gevoel dat ik naar de farm ga. Ik ga alleen maar verder weg. En ik zie een koffiekan. En een slaapzak. Slaaptentje, hallo. Slaaptentje, er zit niemand meer in. Natuurlijk niet. Batterij hebben we gevonden. En nog steeds geen wapen, jongen. Ik ben hier helemaal niet blij mee. Voel me echt hopeloos. Oh. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Oké, ik hoop dat die auto mij gaat ophalen, zodat we naar de farm kunnen. Sowieso mag ik best wel een wapentje krijgen. Ik kan het niet met vuisten gebruiken ofzo, dat vind ik wel jammer. Oh. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Hey, manuscript. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver. Okay, flares hebben we nu ook. Het zou mooi zijn als hier ook nog wat andere items komen. Een berenklauwtje zie ik. Hallo meneer de berenklauw. Hier liggen allemaal van die berenklauw, jongens. Moet ik daar niet die geesten in lokken? Zou best wel een mogelijkheid zijn, joh. Maar dat hoeft niet zo te zien. Oké, een fel lampje. Ziet eruit als een huisje. Met een koffiekan. Sowieso goed. En een manuscript. En ik zie volgens mij een prachtig wapentje staan. Oh shit. Ik heb het gevoel dat ik nu moet opschieten. Ook al denk ik niet dat er nu al geesten op me afkomen. Maar ik heb wel een hunting rifle. Een shotgun. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Oké, we hebben nu eindelijk onze shotgun, jongens. 14 kogels. Moeten er zuinig mee gaan doen. Ik wil nog even die koffiekan oppakken daarboven. Dus dat betekent dat we dit gebouwtje even in moeten. Weer zo'n vervallen gebouwtje. Dat geluidje was niet leuk. Waarom? Oh, u bent het, meneer. Hallo, meneer. Huppakee. Het is dat u zo aandrong. Maar u bent nu in de... Weet ik veel, welke hemel. Ik weet niet waar een geest heen gaat. Het is voor mij een kwaadaardige geest. Dus dan ga je gewoon naar de hel. Hel natuurlijk. En dan stond mijn berenklauw ook op de grond. Wat is dit? Oké, het geluid. Ik hoor hem ons. Ik hoor ze weer. Ja, er komt er een. Hallo. Huppakee. Ontwijk die bitches. Zo. Komt er nog een? Ik heb een shotgun. Ik kan jullie nu aan. Ja, je kan met z'n zes op me af. Terwijl ik geen wapen had. Oké, die miste echt heel erg droog hoe dat eruit zag. Ik hou ze een beetje op afstand. Is er geen ding waar ik ze in kan lokken? Zo'n klauw? Even... Kom maar in de klauw. Kom maar in de klauw, jongens. Kom maar in de klauw. Kom maar in de klauw. Kom maar in de klauw. Nee, niet over die... Door die... Over die klauw. Die klauw. Hij loopt gewoon door over die clown. Klauw. Ik noem het gewoon de clown. Zo. Ze gaan niet in die berenklauw. Dat is jammer. Dat had ik wel gehoopt. Wordt gebeld. Niet nu. Zo. Ik bel zo wel weer terug. Oh jee. Een huis, daar is het veilig, jongens. Get to the farm. Oké, we zijn er bijna. Oké, we hebben het bereikt.
I could see the car, but there was no sight of the driver. Oké. We gaan naar binnen in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat je het een leuke, spannende aflevering vond. En ik hoop dat we Barry vinden in het huis. Want daar staat de auto. En met die auto gaan we waarschijnlijk naar de farm toe. Dus ben je benieuwd? Blijf gewoon lekker deze serie volgen, want het is een awesome game. En een week, tot de volgende keer.